Ja, de man uit Amsterdam Noord. Hij stond weer in de basis. Zeker, zeker. Mooi gevoel. Toch, het lijkt me het een beetje lastig. Want ik bedoel, de tweede helft gaat het lopen en dan sta jij er niet meer in. Nee, ja, we zijn één team, één taak. Dus het is gewoon mooi dat ik minuten heb mogen maken. Ik heb het wel goed gedaan, vond ik zelf. Maar ja, als de spelers van een keer de jongen erin komt, dan weet je gelijk dat het gaat lopen. Dus het was wel een mooie wedstrijd van mezelf. Ja, want met welke reden werd jij na de eerste helft gewisseld? Het was een tactische wissel. Want het liep niet echt. Dus we deden het niet slecht, maar het liep gewoon niet. En dus met extra middenveld erbij heb je meer dreiging. Dus dat was het eigenlijk. Ondanks dat het natuurlijk ten goede komt aan het team, is het toch jammer dat je na zo'n tijd kan je jezelf weer bewijzen. En dan kan je niet 90 minuten volmaken. Nee, natuurlijk is het jammer. Maar als we maar gewonnen hebben toch, en dat hebben we nu gedaan. Dus het is eigenlijk gewoon het teambelang. Wat vond je van je spel? Ja, ik heb mijn man uitgeschakeld en er kwam eigenlijk niks over links. Dus ik heb het wel goed gedaan, vond ik zelf. Je moet even uitleggen, aan het begin van de wedstrijd gebeurde er iets. Je was op een gegeven moment iets kwijt. Ja, ik kreeg een elleboog op mijn oog. Dus mijn lens viel eruit. Maar uiteindelijk had ik een nieuwe lens erin gedaan. Maar het bleek dat mijn andere lens ook eruit was. Dus ik bleef gewoon wazig zien. Dus je hebt ongeveer 5 minuten lang sowieso heel wazig gezien. Wat voor heb je? Plus iets, min iets? Nee, het is niet zoveel, maar het is min 50. Maar als eentje erin is, eentje eruit, dan zie je wel echt dubbel. Dus dat was het eigenlijk meer. Toen heeft een teamgenoot even voor jou je lens opgehaald? Ja, klopt. Dus toen zag ik weer wat beter.